Nog heel even en de Heideweek 2013 is officieel van start gegaan. En dit gebeurt traditioneel met de openingsavond. Voordat de Heideweek echt gaat beginnen, zullen wij eens terugkijken op het Heideweek 2012. En daarmee gelijk de afsluiting van het Heidejaar 2012-2013. De Heideweek 2012 begon natuurlijk met de opening. Normaal gesproken was dat al jaren in het openluchttheater. Dit jaar niet, want het werd voor het eerst gehouden op de Markt in Ede. Je hebt je optreden erop gezet, hoe was het? Ja, leuk hier in Ede. Ja, vooral natuurlijk, de Heideweek is een heel groot evenement. En ik hoorde eigenlijk gisteren pas dat ik hier mocht optreden. Dus het was voor mij ook een verrassing. Maar top, joh. Ja, leuk publiek, vol plein, dus ja, leuk. Leuke verrassing dat je echt één dag van tevoren gebeld wordt. Ja, het was. Ik zou eigenlijk woensdag te staan bij de kindermiddag. Toen belden ze gisteren, ja, kun je niet vandaag of morgen even komen? Ja, natuurlijk, geen probleem. Dus ja, dat was een leuke verrassing. Krijgt dat wel extra voorbereiding dan als je echt één dag van tevoren wordt opgebeld? Ja, eigenlijk wel, want ik heb eigenlijk vandaag iets gedaan wat niet mag. Ik heb twee nummers van een andere artiesten gedaan en dat mag eigenlijk in onze wereld niet helemaal. Nou, dan is dat? Ja, dat mag eigenlijk niet. Maar ze zeiden van, ja, kun je niet alsjeblieft, omdat het is wat ouder publiek natuurlijk ook. En de jeugd maakt niet zoveel uit, maar voor de ouder publiek dat ze ook nog wat herkenbaar zijn. Ik zeg, ik kan het wel één keer door de vingers zien, dat maakt niet zo heel veel uit. Dus ja. Bang om kritieken? Nee. Ja, anders zeggen ze er maar wat van. Ja, dat is dan maar niet anders. Je hebt gewoon het voortouw. Ja, precies. Ja. Als de organisatie daarom vraagt, dan ben ik niet de broers om zoiets te doen. Volgend jaar weer? Laten we het hopen. Ik hoop het. Ja, het zou leuk zijn. Ja. Hoe ging het met Rutger dan? Ja, hartstikke goed. Hartstikke goed. Het is geweldig publiek en dat scheelt natuurlijk een hoop, hè. Dus dat tilt jouw optreden wel omhoog natuurlijk. Na jarenlang kaarten te moeten hebben betalen om de openingsavond mee te kunnen maken, was dit jaar, of beter gezegd vorig jaar, geheel gratis. Ook dit jaar trouwens. De beste opening ooit waarschijnlijk. Ja, zeker weten. Dit is wel een primeur. Ik denk wel dat dit de boeken ingaat als een van de grote spektakels, grootste openingen tot nu toe. Maakt dat dan ook extra spannend? Natuurlijk is het spannend. Of je nou voor 2.000 of voor 5.000 man staat, is het allebei spannend. Maar als je ze allemaal zo dichtbij ziet, dan gaat het wel kriebelen, ja. Dat is natuurlijk een enorm verschil met de eerdere evenementen, die veel kleiner waren eerder in het jaar. Ja, we hebben nog niet een evenement gehad dat we voor zoveel man moesten spreken. Dus dat maakt het wel even spannend. En ook, je weet niet zo goed wat je verwachten kan van het publiek. Voor hetzelfde geld gaan ze met glazen bier naar je gooien. Dat hoop je natuurlijk niet, maar je weet het niet zo goed. Gedragen zich? Heel netjes. Ze klapten mee, dus dat was goed. Nu kijken we uit naar de rest van de week. Ja, absoluut. Het wordt ook prachtig weer. Ook voor het eerst sinds een paar jaar weer. Nou ja, misschien wel een beetje te warm, maar ja goed, dat alles beter dan regen. Inderdaad, het werd een zeer warme Heideweek 2012 met temperaturen zelfs boven de 35 graden op de zondag. De zaterdag stond bol van de evenementen, waaronder een zeer sportief evenement. Kun je eens vertellen waar we hier staan vandaag? Jullie staan bij Amicaal de Pétanque Maboul, de Edese Jodeboelvereniging die al heel wat jaren hier aan de weg timmert. Met meer dan 100 leden en een aantal officiële NJBB-toernooien zijn we een goede speler hier in de regio. Het Jeu de Boule toernooi. Het was een nieuw evenement in de Heideweek. En dan een traditie in de Heideweek, de kindervrijmarkt op de Bellestein. Wat verkoopt u allemaal? Nou, kijk eens aan. Stoelkussens, parasol, pleed, boeken, glazen, schaal, een warmhoutplaat. Van alles en nog wat. Wat drijft u nou om hier te gaan staan op de rommelmarkt? De eerste plaats gezelligheid. De tweede plaats om toch mijn spullen een beetje kwijt te raken. En het laatste, lukt dat een beetje? Op het moment nog niet zo erg. Nee, wij wel bij haar, maar nee. En de gezelligheid, is dat goed? Dat is geweldig, ja. Ja. Terwijl een deel van Ede nog uitkatert van de openingsavond vrijdagavond, is hier een winkelcentrum Bellestein al heel veel bedrijvigheid. De handel wordt gedreven op de rommelmarkt in Bellestein. En je moest er vroeg bij zijn. Een andere traditie is natuurlijk de verkiezing van de mini-heidehoogheden. En voor wie gaan jullie lopen? Voor de jury. En voor wie? Papa en mama's. Voor de papa's en mama's. En jij, ga je ook voor de papa's en mama's lopen? En voor de papa en mama's en voor de jury en voor de heidekoningin. Ja, heb je die al gezien, de heidekoningin? Ja. Ja, en hoe vond je dat ze eruit zag? Mooi.
Had ze ook een mooie jurk aan? Ja. Bijna net zo mooi als die van jou? Iets mooier. Ja? Ja. En heb je ook nog gekeken naar de opening of van de Heideweek? Nee. Dan moet je nog even terugzien op tv dus. Ja. En vind je het spannend? Ja. Ja? En ga je nog iets zeggen of ga je op een bepaalde manier ga je lopen? Nog iets zeggen. Ja, wat ga je zeggen? Ik ga antwoorden geven op de vragen. Wat denk je wat ze gaan vragen? Waarom wil je winnen? Wat wil je laten worden? Heb je een wens voor Ede en verder weet ik het niet. Dat zijn hele mooie vragen. En wat zou je dan willen worden? Als ik, kijk, gaan we, doe ik alsof ik de heidekoningin ben? Dan zeg ik, nou, wat zou je later willen worden? Heidekoningin en kapster. Een traditie dus, de mini-heidehoogheden. Ook een traditie is de Passar Tokoneba. Maar wat dacht u ook van Soma Actief? Wanneer heeft u voor het laatst geschoeld? Oh, dat kan wel een jaar of geleden zijn, denk ik, zo niet. En wat nou uw tactiek? Hoe schrijft u die dingen in dat gaatje? Ik probeer ze zoveel mogelijk ervoor te krijgen. Nou, niet harder te gooien in de plaats, denk ik. Nou, doe eens dan. Ja, we zullen eens even zien. Met die hitte is het niet altijd verstandig om heel actief bezig te zijn. Maar op het Soma-terrein doen ze dat zaterdag wel. Samen ondernemen en samen actief zijn. Dat is Soma Actief. Ja, en actief waren ze ook in Bennekom bij een heuse touwtrekwedstrijd. Ik heb wel eens E-team gekeken. Geboren Leid loopt dan met een sigaar volgens mij. Ja, 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 ja. Dan gaan we gewoon die lui verslaan. Echt van overtuigd? 100%. 100%. Hoeveel uur heb je getraind? 15 uur. Je trekt ze gewoon in één keer over de streep? Allemaal. Let op, dat gaat gebeuren. En hoeveel seconden ben je klaar? Hoeveel seconden, jongens? Drie. Drie, houden we aan. Oké. Okay. Kom op, gastje! Kom op, trek, kiel! Constant aan de lijn houden, constant aan de lijn houden! Ja, jongens, constant aan de lijn! Ga ze nekken! Constant aan de lijn! Broek, ga jij ernaar? Kom op, telefoon! We gaan even telefoon! Wat blijft er nou, jongens? Sander! Hey, Gans, trekken! En de aanmoedigingen waren duidelijk te horen. Het touwtrektoernooi dus in Bennekom. En ook op de zaterdag traditioneel de heideoptocht. Vorig jaar het thema reis rond de wereld. Volgens mij zit u er heel ontspannen bij, of niet? Heerlijk, hè? Zalig, ja. Ja, heel leuk. Waar zit u op te wachten? Op de optocht, ja. Want, waarom doen we bekenden mee? Of vindt u het leuk om te kijken? Dochtertje van de buurvrouw van mijn dochter weer. Dus daar zitten we op te wachten. Ja, volledig duidelijk. Is het met drank, alles erop en eraan? Van de buurman gekregen, dus dat is ieder jaar hetzelfde. Ja. Ja, hoe vaak doet u dit al? Oh, hoeveel jaar doen we dit? Een jaar of 7, denk ik, ja. Dat we hier zitten, ja. Altijd hetzelfde plekje? Ja, of aan de overkant, maar... Nu doet het een keertje gek, gaan we een keer aan de rechterkant zitten. Ja, en nou, anders maakt hij sangria, maar ik denk dat hij geen tijd gehad heeft. Anders krijgen we altijd glaasje sangria erbij. Zo gezellig, hoor. En waarom heeft u geen sangria gemaakt dan? Nou, we hebben dit van de buren van mijn dochter. En die haalde een biertje en een wijntje en nou, heel gezellig. Gewoon traditie. Hey, wat vindt u ervan? De heideoptocht dit jaar? Ja, gezellig. Het is gewoon gezellig. Mooi. En of die optocht nog mooi is of niet, ja. Heeft u al wat dingen van de kar gezien in de voorbereidingen en alles? Nee. Ik hoorde dat een meisje mee ging. Ja, er gingen wel meer meisjes mee, heb ik gehoord. Ja, maar die we kennen. Oké. Ja, inderdaad. Anders is er niks aan, hè? De optocht, je hebt hem helemaal gezien. We hebben met je meegekeken. Ja. Het thema van vanavond was op zich wel toepasselijk. Reis rond de wereld. Ja, dus ik had voor de gelegenheid een t-shirt aangetrokken met de I Love Aruba. Want het is, ja, de wereld is van Aruba tot Zweden, hè, dus het is allemaal. Ja, ik neem aan dat heel veel mensen zich hebben laten inspireren door dit thema. Want we hebben heel veel landen voorbij zien komen. Oh ja, en als het geen vlaggen waren, dan werd er wel ergens een briefje opgeschreven. Met erop van, ja, de bloemen zijn afkomstig uit Afrika en Ecuador. Maar er zijn ook deelnemers die echt zich hebben uitgeleverd. Wereldbollen hebben gezien.
ja, mensen uit alle windstreken, een Aziatisch sprookje, van alles. De heideoptocht dus, ook dit jaar te zien op Ede TV. Dan naar de zondag, dan is het onder andere tijd om te gaan tennissen. Wat is hier precies vandaag te doen? Het Schumann Heideweek tennistoernooi 2012, waarin ruim meer dan 160 deelnemers aanwezig zijn om in teamverband elkaar te bestrijden op tennisgebied. En zijn al die 160 teams vandaag ook aanwezig? De meeste wel. We hebben teams, dus door vier delen, kleine 40 teams. We hebben dit weekend hebben we er ruim 30 laten passeren. Ja, op achtbanen tennis. Zaterdagsmorgens begonnen, zaterdagsmiddags weer de volgende, zondagsmorgens, zondagsmiddags. Ook op de zondag is er nog een andere traditie, de Ecumenische Kerkdienst. Elk jaar wordt in de Heideweek een oecumenische dienst gehouden in het Openluchttheater in Ede. Ja, spreker dit jaar was Henk Jongerius, hij is prior bij de Dominicanen. En ik vroeg hem wat een oecumenische dienst is. Dat betekent, oikumene betekent over heel de wereld. Dus dat overschrijdt de grenzen van kerken. De Ecumenische Kerkdienst dus. En die zondag was het ontzettend heet met temperaturen boven de 35 graden. Maar dat weerhield diverse mensen niet om naar de hei te gaan om te gaan kijken bij het vliegenfeest. Hoe gaat het vandaag? Ja, het gaat prima. Ja, lekker windje, dus dan gaat het met vliegen altijd goed natuurlijk. Dus dat gaat prima, ja. Is het nou eigenlijk goed vliegen weer vandaag? Het is perfect vliegen weer. Het is een beetje te warm. Je merkt het ook in de opkomst op de hei. Er zijn wat minder mensen dan normaal, omdat 38 graden, het is toch een beetje aan de warme kant natuurlijk. Maar wind is er fantastisch goed, dus je kunt perfect vliegen nou. Dan gaan we naar de maandag. En de maandag is ook wat een traditie. Het Rozenplein, daar is dan altijd een braderie. Nog erg rustig hier volgens mij, of... Ja, het is toch wel rustig, maar... Ja, nog geen klantjes gehad hier met de auto? Ja, een paar, maar... Ja, hoe duur is het hier? 1 keer voor 1 euro en 3 keer voor 2,50. Oké. Nou ja, dus, maar valt het een beetje mee of tegen? Staan jullie ieder jaar? Ja, we staan hier ieder jaar, maar de laatste tijd valt het wel steeds tegen. Maar... Ja? Ja. Goed. Ook dit jaar is er weer een braderie. Wat dit jaar ook is, maar niet op de maandag, maar op de dinsdag. Ede is Bridge Drive. En het is hier al een beetje aan het volstromen met mensen. Het is net nog een beetje rustig, maar mensen kunnen zich nog net opgeven, geloof ik. Het zit hier lekker vol met tafeltjes. Dat ziet er best wel gezellig uit. Overal een apparaatje en wat kaartjes. Ik sta hier ook naast Lex de Beer, de organisator van dit evenement. Lex de Beer, hoeveel mensen komen er vanavond nou eigenlijk? Ik had 34 inschrijvingen, maar inmiddels heb ik al gezien dat er nog een aantal mensen zich hier aan de zaal komen aanmelden. Dus ik verwacht tegen de 40 paren. En het was een succes. Dan op die maandagavond was er ook iets speciaals te markt. Auto's, een groot scherm. Dag mevrouw, meneer. U staat lekker vooraan met de auto. We zijn lekker vroeg gekomen. Hè? We denken we willen eerst de rang zitten hoor. Ja, graaf hé. En kent u de film al die een beetje gaat spelen? Of? Ik heb nog nooit gezien, dus dat is wel heel leuk. Ja. En heeft u wel eens vaker vroeger in uw jeugd of zo, of wanneer dan ook, eens een keer aan een drive-in meegedaan? Nee, ik had het er net over met Maran. Zij zijn al Fons hier van tv. Ja, dan zag je het op tv en dat was altijd hartstikke leuk. Alleen in Nederland kennen we dat niet. Nee. Goed voor de eerste keer. Ja, eerste ervaring een beetje. Wat verwacht u ervan vanavond? Ik denk dat het een goede film is, maar ik hoop dat het leuk is en dat de sfeer goed is. Ja. En af en toe even wat drinken halen of heeft u gewoon lekker alles hier? Ik ga niks halen. Ze komen lekker op de rolschaatsen langs. Perfect. Ja? Jij bent van de bardienst vanavond? Nee, van de verleiding zijn wij hier. Van de verleiding. Oh, wat leuk hé. En jullie doen hier gewoon drankjes serveren vanavond. En samen met de Bojangles gaan wij ze bedienen op de rolschaatsen. En dan kunnen ze ondertussen naar de film kijken. En kun je een beetje goed rolschaatsen? Nou, het gaat aardig. Ja, we hebben goed geoefend. Dus het gaat helemaal goed komen. En dan zijn we goed verzekerd. Ja, inderdaad joh. Wat gaaf je allemaal. En hoe laten de mensen een beetje weten? Ze steken gewoon een hand op of zo? Nee, ze krijgen een sms-nummer. Dus ze kunnen een sms'je sturen. Die wordt aan de bar doorgegeven. En dan komen wij het bedienen. En als ze een lichtstikje kopen, dan kunnen ze er ook mee zwaaien. En dan komen we ook bedienen. Maar nu gaan we gewoon even iedereen langs. Ben je dan niet onwijs bang dat je valt? Nee, ja.
Je moet ze gaan bedienen met een vol dienblad. Of met een vol dienblad. Maar dan heb je alleen maar meer balans. Dus het gaat helemaal goed komen vanavond. De film drive-in dus op de markt. Ook dit jaar zal die er weer zijn. Ook een traditie. De VVOP viswedstrijd op de maandagavond. Lekker rustig aan het vissen hier vandaag. Ja, lekker. De wedstrijdje van de Heideweek. Een wedstrijdje zelfs. Dan kan je nog wat mee winnen dan? Of? Een beker en een waardebon. Maar gewoon, het is gewoon leuk. Ja, voor de ontspanning dat u hier bent. Ja, ontspanning. Gewoon, je wil winnen, hè. Dat is de bedoeling. Wanneer wint u? Als je de meeste gewicht vangt aan vissen. Ja, dan lijkt me dat logisch. Dan de dinsdag. Dan is er altijd in Harskamp iets speciaals. De braderie in Harskamp. Het ziet er hartstikke gezellig uit. Jong en oud is hier bij elkaar gekomen om lekker te kopen, lekker te shoppen. Heel veel, ik zie allemaal tassenkraampjes, maar ook babyspullen. En er is een kleine rommelmarkt op een grasveldje met een springkussen. Dus het is letterlijk echt zowel oud als jong kan zich hier prima vermaken. Ik sta nu voor een terras. Het ziet er heel erg gezellig uit. Ik loop nu het terras op. Er staat zin in een kopje koffie of thee met iets lekkers of liever iets fris. Haal het hier. Nou, de prijzen zijn prima te doen, zelfs voor een student als ik. Mevrouw, bent u lekker aan het genieten hier? Ja. En woont u hier? Ik woon hier, ja. Oh, vindt u het leuk dat het hier allemaal is? Jawel. Ja? Ja. Is het ieder jaar hetzelfde hier? Ja, of is het ik maak het pas voor de eerste keer mee hier. Dus, maar het is ieder jaar wel, ja. 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 Kunt u een beetje, want wat vindt u nou eigenlijk van zo'n markt? Oh, ik vind het wel leuk een keer. Heidedag, de stolpen dus in Harskamp. Een paar kilometer verderop was er ook een braderie en heel veel live muziek. En dan gaan we naar de Parkweg in Ede. Het is hier inmiddels al gezellig druk op de Parkweg in Ede, waar de braderie bezig is. Muziektentjes staan op straat. Je kan hier eigenlijk werkelijk alles. Je kan hier eten. Je kan de muziek luisteren, je nagels kan je zelfs laten lakken. Je kan nieuwe kleren kopen, van anti-slipmatjes tot... Nou ja, de meest bijzondere dingen zijn hier gewoon te koop. Ja, en dan hoorden we iets van muziek en dat werd ook gemaakt op een marktplein in Ede. Waar staan wij vanavond? Dag, wij staan bij het Korenfestival, georganiseerd in de Heideweek door het Toon Hermanshuis Ede. U bent de directrice van het Toon Hermanshuis. Wat doen zij? Het Toon Hermanshuis is een inloophuis voor mensen met kanker. Mensen die kanker hebben gehad of mensen die daar omheen staan. En pas zei ik nog tegen iemand, eigenlijk kent iedereen wel iemand die kanker heeft of heeft gehad. Dus het is eigenlijk voor iedereen. En wat is de bedoeling van het Korenfestival? Het Korenfestival is in principe georganiseerd als een soort benefietfestival. En wij willen dus graag geld ophalen om activiteiten te organiseren binnen het Toon Hermanshuis voor allerlei mensen die behoefte hebben aan lotgenotencontact. En door middel van activiteiten is het net iets makkelijker om elkaar te ontmoeten dan wanneer je het Toon Hermanshuis binnenkomt en met een verhaal en een moeilijke gepraat. Dus bijvoorbeeld als wij een schildersclub hebben of als we een schildercursus organiseren of als er bijvoorbeeld zoals nu het zangkoor is, dan is het net iets makkelijker om binnen te komen. Het Korenfestival dus georganiseerd door het Toon Hermanshuis. Iets verderop was er ook heel veel muziek. We hebben verschillende podia deze week hier in Ede tijdens de Heideweek. Het Marktplein is het podium van de openingsavond en ook van Ede Live aanstaande zaterdag. We hebben het Museumplein, daar spelen wat bandjes. Maar misschien het bijzonderste podium is wel deze week het Doelenplein. Want daar spelen vanavond de hele avond alleen maar singer-songwriters. We zijn bij dit evenement uitgenodigd om het start zijn te geven voor deze avond. Wij wensen u allemaal een hele fijne avond, veel plezier. Hopen dat er goede artiesten mogen optreden. En ook dit jaar zal er weer Summer Evening at Marnix zijn. Ook op de dinsdagavond konden we gaan skileren. Wat is hier precies te doen vanavond? Ja, we hebben onze jaarlijkse school skielerkampioenschappen tijdens de Heideweek. Ja, en wat houdt het precies in?
Dat houdt in dat we afstandjes rijden, twee afstandjes voor basisschooljeugd. En dat doen we gewoon omdat het leuk is voor kinderen om wedstrijdjes te rijden. En nou, het is ook een beetje promotie van het skileren in Ede. Ja, want leeft het skileren in Ede? Nou, het skileren in Nederland heeft een tijd lang is het erg heel snel in opkomst gekomen. Op dit moment zit er een beetje vervlakking in. Maar ik denk dat dat toch weer snel gaat groeien. Want er is sprake van dat inline skaten, skileren, olympisch wordt. En dan zou het wel eens een flinke boost kunnen krijgen. Het skileren dus. Dan naar de woensdag. Kinderen konden actief zijn op de markt. Nou, hoe vaak hoor je niet dat mensen zeggen dat vanaf je 20e de aftakeling echt gaat beginnen? Nou, voor mij schiet dat inmiddels ook al een beetje op. Ja, en om dat natuurlijk een beetje tegen te gaan, moet ik natuurlijk iets bedenken. En daarom ben ik vandaag bij de Kindermiddag in Ede, waar allerlei activiteiten zijn voor hele jonge kinderen. En wie weet gaat dat mijn rimpels ook tegen. We zijn op de Heideweek spelletjes aan doen. En wat voor spelletjes hebben jullie al gedaan? Tot nu toe hebben we deze drie keer gedaan. En wat is daar te doen? Dan ga je op een draaistoel zitten. En dan gaat hij ronddraaien. En dan stopt hij na ongeveer 1 minuut. En word je daar niet intens misselijk van? Nou, op de stoel niet. Maar later ben je duizelig, alleen dat is wel heel snel voorbij. Alleen dan moet je door de poort heen en aan de bel rinkelen. Oké. En wat gaan jullie nog doen vandaag? Er komt zo nog een neef van ons. En dan gaan we tennissen, denk ik nog. En knotsbal daar. Ja, en die draaistoel werd later ook door onze verslaggeefster Eline uitgeprobeerd. En ze was een beetje misselijk. Binnenkom, daar is heel veel te doen op de woensdag, de Vlegeldag. De Gouden Vlegel van 2012 wordt straks uitgereikt aan Jaap Veldhuizen. Jaap, kom naar boven en neem je vrouw mee. Ja, Veldhuizen, in iets wat op klederdag lijkt, van naar boven. Een beetje bescheiden is hij. Kijkt een beetje naar beneden, ik vind het wel een beetje wennen. Een groot applaus. Ik sta hier naast Diederik, een van de organisatoren van ook het Vlegelhangen onder andere en de Vlegeldag. Diederik, kun je mij vertellen, wat houdt het Vlegelhangen nou precies in? Nou, Vlegelhangen is een wedstrijd wat zeg maar vroeger uit ontstaan is. Als je hier op de Vlegeldag gaat kijken, dan wordt er zeg maar met de hand gedorst. En dat handdorsten, dat doen ze met een handvlegel, met een dorsvlegel. En die dorsvlegel die bestaat zeg maar uit een bezemsteel met daaraan een knuppel. En dat is dan de dorsvlegel. Nou, wat er vroeger gebeurde was, dat die jongens, die deden dat vlegelen, nu zijn het oude mannen. Maar vroeger, dat deden de jongens, die deden dat. En het leuke was dat aan het eind van de dag, dan staken ze die dorsvlegel in de hilt. Nou, de hilt, dat is zeg maar de zolder net boven de koeien. Dus die is zeg maar 2-3 meter hoog. En daar staken ze die dorsvlegel in. En dan die klepel, die hing dan naar beneden. En dan probeerden men zo lang mogelijk aan die klepel te blijven hangen. En dan was het zo dat degene die dan het langste kon blijven hangen aan die vlegel, die mocht dan uit in de winterperiode met het mooiste meisje van het dorp. Zo blijven tradities dus in Bennekom bewaard. Dan naar het Museumplein. Daar was op woensdagavond ook veel te doen. Wat verwacht je ervan vanavond? Geen flauw idee. Jawel, je kwam hierheen en je dacht... Ik dacht, lekker feestje bouwen. Je dacht, ik kom alleen voor een feestje? Ja, eigenlijk wel. Ja, en dat was voor de Amstel Live coverband. En als je dan toch op het Museumplein bent en je heet dan toch Eline... En je wil misschien toch heidehoogheid gaan worden? Dan is het toch even mooi als je de heideprinses kan spreken over hoe word ik heidehoogheid. Er zitten stiekem al een beetje te kijken of we al een beetje zo'n meisje zien kijken. Of we de nieuwe al ergens zien. Maar... Mag ik daar wat leuks over vertellen? Over 2 jaar, voor 2014, hebben wij 2 hele leuke verslaggeefsters bij Ede FM die dat echt heel graag willen. Eentje staat hier voor je. Waarom in 2014? Dan ben ik wat ouder. Dat lijkt me leuk. Dat moet van onze eindredacteur in 2014. Hoe oud ben je nu dan? 18. Oké. Maar het lijkt me onwijs leuk. Ja, het is wel heel leuk. En dan als je nog studeert, is dat de perfecte leeftijd. Jij studeert ook nog? Ja, ik loop wel een jaartje uit, maar dat had eigenlijk niet gehoeven hoor. Het is eigenlijk prima met studies te combineren. Maar wat moet een heideprinses nou in zich hebben?
Nou ja, het gaat niet alleen om een heideprinses, eigenlijk meer ondersteunend. Maar ja, het is wel belangrijk dat je een beetje sociaal bent en makkelijk met mensen praat. Omdat dat toch wel het grootste gedeelte is van je taak. Maar hoe weet je nou of je kans maakt om heidekoningin of heideprinses te worden? Je moet gewoon solliciteren en dan, dan moet je kijken of ze moeten wel een setje vinden. Want je moet wel een heel jaar met elkaar en deze week is heel intensief. Dus dan hebben jullie al ruzie gehad? Nee, we hebben eigenlijk wel heel veel steun aan elkaar. En als we het een beetje lastig en moeilijk hebben, dan slepen we elkaar er weer doorheen. Dus wat zijn dan die moeilijke momenten? Nou ja, met zo'n heideweek is gewoon best wel, het is heel inspannend. Je doet heel veel nieuwe indrukken op. Het is van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Dus ja, soms dan zit je er gewoon best wel doorheen. Ja, en dan is het soms wel eens moeilijk. Dan naar de donderdag. Dan is er altijd het Vilenteplein bij de Klinkerberg. Nou, het is nog een beetje fris in de vroege morgen. Maar hier op de Vilentedag bij de Klinkerberg is het al een drukte van je welste. Kraampjes zijn al opgesteld en er zijn al veel mensen die komen kijken. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat verkoopt u allemaal vandaag? Nou, ik verkoop dus eigen gemaakte dingen. En zelfgemaakte dingetjes die ze van Huis van Gehandicapten in Suriname hebben gemaakt. Er is dus veel aan het assortiment daar te vinden bij het Vilentedag. Dan gaan we naar Serenlo, het Paarse Hartenfeest. Ieder jaar weer een groot succes. De paarse ballon aan de lantaarnpalen verraden al een klein beetje wat voor feest hier aan de gang is. In Serenlo is het Paarse Hartenfeest aan de gang. Een feest met ontzettend veel paarse ballonnen, gezellige mensen, leuke muziek en vooral ook heel erg lekker eten. Ik ben Christine van de Westering. Ik werk hier als coördinator in dagbesteding, maar ik werk nu vandaag voor de hengorganisatie. En hebben jullie lang naar uitgekeken naar deze dag? Ja, alleen maar. Vorig jaar was de eerste keer en dat is zo goed bevangen. Dus we zeiden meteen, er moet weer een keer nog weer hetzelfde feest komen en nog zoveel jaren hierna ook. Nou, en dat gaat gebeuren, want dit jaar hebben we ook weer de Paars Hartendag. Dan op donderdag, toen bezochten de heidehoogheden de eerstgeborene. De eerste heidebaby 2012. Fayen was de gelukkige. Ja, ze is zaterdagochtend heel vroeg is ze geboren met een keizersnee. En ze woog 3495 gram. En we waren heel blij dat ze er was. Gelukkige ouders dus. Dan gaan we naar iets anders. Ja, Eline viel het een beetje op. Heel veel oude mannen. Ik zie hier opvallend veel mannen. Biljart, het is helaas, maar het is nog steeds een mannensport. Je komt hier en daar wel eens dames tegen. Wij hebben hier in dit jaar ook Nederlands kampioenschappen gehouden voor dames. Dus het komt wel eens voor, maar helaas te weinig. Het Heideweek biljarttoernooi. Dan gaan we naar de donderdagavond. En dan is het altijd tijd voor de seniorenavond. Een druk bezochte avond. Al heel druk geweest, denk ik, hè? Ja, hartstikke druk geweest, ja. Je stem is ook een beetje veranderd al? Enorm veel gepraat. Maar heel veel zin in vanavond? Absoluut, lekker hol zin vanavond. Kijk, dat dacht ik. We gaan ze straks nog even horen, natuurlijk, dames en heren. Een applaus voor Kalune de 56e en Erika de 37e. Die mogen daar plaatsen. Vanavond is het eindelijk zover. Het is vandaag de donderdag in de Heideweek. En elke doelgroep heeft eigenlijk al wel zijn feestje gehad. De kinderen hebben hun speelmiddag gehad. De jongeren hebben hun feesten op het plein al wel gehad. En vandaag zijn dus eindelijk de senioren aan de beurt. Want vanavond staan de senioren in het zonnetje en kunnen ze lekker losgaan op hun idool Ronnie Tobe. En het was daar een dolle zotte bende. Dan gaan we naar de Bospoort. Want daar vond de wielerronde van de Bospoort plaats. Onder andere ook het NK handbiking. En het racefietsen op lichtfietsen. Daar gaan ze. Fietsen. Ik sta nu op het parcours van de Dikke Bandenrace, gesponsord door de Rabobank. En ik ben heel benieuwd hoe de renners het er gaan afbrengen. Zojuist hoorde u dat de tweede ronde van start is gegaan. En we gaan eens kijken hoe zij dat gaan doen. Hier naast me staat de meneer. Meneer, mag ik u vragen, hoe gaat het tot nu toe? Ik denk goed, ik kom net aanlopen dus.
U komt net aanlopen. En u komt speciaal hier voor de dikke bandenrace? Nee, nee, zeker niet. Raak voor de bikers. Straks voor de bikers? Ja. Ja. Doen er nog bekenden van u mee? Nee, helemaal niet. Maar ik ben gewoon benieuwd hoe dat eraan toe gaat. Ja, ik heb hem nog nooit gezien dus. Nou, dan wens ik u veel plezier. Dankjewel. Ja, en deze ronde vond plaats met de Bosport. En nou gaat dit jaar het wel door, maar dan bij het Rozenplein. De vrijdag, Otterlo-dag. Nou, ik loop het hoekje om bij de Dorpstraat in Otterlo. En daar zie ik allemaal standjes, ontzettend gezellige drukte. Want vandaag is de heidedag in Otterlo. Komt u maar, een lekker Hollandse aardbei. Twee voor bieren, drie voor vijf. Hoe smaakt de aardbei? Is die lekker? Ja. Eet smakelijk hoor. Hier op de markt in Otterlo kun je werkelijk van alles doen. Je kunt namelijk zelfs je haar laten invlechten. Wat ben je aan het doen? Wat wordt er bij jou gedaan? Bij mij wordt een steentje ingezet. In je haar? En doet dat ook een beetje pijn of niet? Nee. Heb je nou ook zelf de kleur mogen uitkiezen? Ja. En welke kleur zit er in jouw haar? Welke kleur zit er in jouw haar? Een klein beetje allemaal kleurtjes. Ja, Otterlo dus. En deze dag wordt meestal door de heidehoogheden ook gebruikt om langs te gaan bij hun hofleverancier, degene die de jurken maakt, en bij Eureka, het verzorgingshuis al daar. In Ede was er ook veel te doen, onder andere het standwerkersconcours. En weet je wat het is? Het allerbelangrijkste, je hebt er voor het eerst bespaaien eens een keer tijd hou je over. Want dat is natuurlijk het kostbaarste wat we in ons leven hebben en dat is tijd. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Ook die dag was er een nieuw evenement. Het hoorde niet geheel bij de Heideweek, maar toch werd het toch in het programma van de Heideweek opgenomen. Start Touren voor Kika. Ik wens jullie nogmaals heel veel succes. En wat mij betreft kunnen jullie gaan lopen. Ja, en dat was een run van 95 kilometer. En op de zaterdag waren er nog diverse kortere afstanden, waaronder een kidslopen van 1 kilometer. Over die zaterdag gesproken, Lunteren. Maar ben ik blij dat jullie allemaal gekomen zijn in zo'n grote getale. En kijk eens, zonnetje komt eraan. Wat wou je nou meer? Die kerel op de radio die had het heel anders gezegd. Ik zat er nog een beetje overin ook. Ik denk, we hebben zo'n mooi weer gehad en de haven. Maar tot nog toe bloedte gewoon. Daar staan we dan weer en wel voor de 34ste Oud-Luntersche dag. Hendrikje en ik hebben er al lang naar uitgekeken. Het is de Stichting Behoud Oude Werktuigen uit Leusden. En die heeft tot doel om oude werktuigen die voor de 60er jaren van de vorige eeuw werden gebruikt, om die intact te houden, te beheren en als het kan ook aan het werk te zetten. Dus wij proberen ze nu dan met ploegwedstrijden en een oogstdag dat materiaal in de praktijk weer te laten werken. De Oud-Luntersche dag dus. En er was ook in Ede wat aan de hand. Het Groedienplein. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Het plein staat vol met internationale mensen. En als je eventjes je ogen dicht doet, dan lijkt je net te wanen in een van de laatste vakantieprikkelen van dit jaar. Het is vandaag de dag van een stedenbond met Tsjechië. En het staat hier vol met Tsjechische marktkraampjes. Ik zie hier potten honing. En het ziet er een beetje vreemd uit, een beetje roze of zo. Nou, ik ga zo meteen maar eens even navragen wat het is. Could you please tell me what this is? It's a honey product from Czech Republic. We produce a honey alcohol or then honey with nuts which are filled in glasses or with honey and then a different honey which are on a toast or to the tea. Can I taste it? Yeah, sure. Ik ben heel erg benieuwd. Cannabis, doe dat toch. Ik ga de cannabis proeven. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, I'm gonna taste it. Okay. Ik sta hier met een klein shotglaasje. En ik ga het nu in één keer wegdrinken, denk ik. Hier gaan we. Een hele aparte smaak, maar wel echt best wel lekker eigenlijk. Ik heb niet zo heel erg veel ervaring met cannabis. Nou, thank you for your attention and your interview. Ja, het Groedienplein dus. En in de avond werd er onder andere op de markt in Ede, Ede Live gehouden. Ede Live is begonnen. Op het podium staat nu Zipporah Tiemann. Vooraan bij het podium staan een handjevol met mensen. Er zijn denk ik wel op 3 of 4 handen te tellen. Je moet uiteindelijk even wat drukker worden. Ja, dit is nog maar een voorprogramma van onder andere Kane en Miss Montreal. En Seth die staat zo meteen op het podium hier bij Ede Live. Ja, hey,
Medelife was niet zo'n groot succes. En dat wordt dit jaar wel verbeterd. Want we hebben namelijk een slotfeest. Dit jaar op de Markt in Ede. Georganiseerd door de Stichting Heideweek. En onder andere een optreden van Jeroen van der Boom. Een hele prestatie. 95 kilometer lopen voor het goede doel. Start the run voor Kika. En op zaterdag was de finish. Het is 11:30. En ik sta hier bij Run voor Kika bij het gemeentehuis in Ede. Het veld was vanochtend om 9:30 al open. En het is nu best wel gezellige drukte. Er zijn een springkussen. Dus er staat iets om een soort van draaimolentje achter. Een kermisattractie voor kinderen. Het stroomt hier vol met mensen die bloemen ontvangen. Je ziet hier dat hier mensen binnenkomen. Er staat een heel groot kussen voor de finish, zeg maar. Gezellige muziek hier, een heleboel vrijwilligers. Er hoeven nog maar 5 mensen binnen te komen voor de 95 kilometer, hoorde ik net. Dus de rest is allemaal al binnen. En ik ben heel benieuwd hoe iedereen het vergaan is. Mevrouw, u heeft meegelopen met Run voor Kika? Ja. Hoe was dat? Nou, ik zat in het eerste team, dus misschien moet je het iemand vragen die van het tweede team zat. Wij waren gisteren, dus dat was vermoeiend, maar echt heel fijn om te doen. Ja, en ook heel dankbaar lijkt mij. Dan naar de Parkweg op zaterdagavond in de Heideweek. Rock in Parkweg. Chris Moes van de organisatie, goedenavond. Goedenavond. Is het een, hoe bevalt het nou om hier te zijn? Ja, het is fantastisch. Ook het publiek is zo geweldig met elkaar. Het is een leuk sfeertje. Dit doet ze wat, ook al gezegd, wat herinneren aan vroegere tijden op de Parkweg. En hoe waren die vroegere tijden op de Parkweg? Ja, dus had hier nou wel wat grotere artiesten. Er waren hier Golden Earring en Herman Brood in de tijd. En toen werd het hier op het plein gauw hierachter. En dat was vol. Dat was geweldig. Een groot feest dus op de Parkweg in Ede. Dit jaar vindt dat ook weer plaats. Dan is eigenlijk voor menig een de Heideweek klaar. Maar niet voor mensen met een echt paars hart. Want op de maandagavond na de Heideweek, dan wordt het Heidejaar afgesloten. Zo ook vorig jaar, het Heidejaar 2011-2012, werd afgesloten. Ja, dan stopt eigenlijk een beetje die Heideweek. En dan denk je, oh jee. Aan de ene kant ben je heel moe en ben je een beetje blij. En aan de andere kant, ja, ben je helemaal niet blij. Want dan komt de zondag en dan val je toch, klinkt heel raar, toch een beetje in een gat. Maar goed, dan ben je ook wel weer zo moe dat het ook wel weer lekker is. Dan mis ik ook ineens Floran en Willeke, want die heb ik dan bijna elke dag gezien. Of zeker weten wel elke dag. Maar goed, dat kwam vanavond weer goed. Ik denk dat ze inmiddels wel hier achter staan. Ja? Nou, dan ga ik graag op de herauten willen inblazen. En dan wil ik van u graag een applaus voor Caluna de 56e en Erika de 37e. Voor deze heidehoogheden zou het laatste optreden zijn. Want op deze avond, na de maandag na de Heideweek, is dus de ontkroning van de heidehoogheden en de kroning van de nieuwe. Ja, en dan is het heidejaar 2011-2012 bijna voorbij. Maar er moest nog even een toespraak worden gedaan door Caluna de 56e. Je probeert je aan het begin van het jaar voor te stellen hoe zo'n heidejaar eruit komt te zien. En ik kan u vertellen, het is allemaal enorm spannend. Gelijk de eerste week werden Floran en ik in het diepe gegooid om toen al 3 bezoeken af te leggen. De kleine prins en de vuursteen, Ruit voor de Rozes en Steinhagen. Samen op pad, terwijl je elkaar nog niet zo goed kent. Ook onze hofdame Linda leren wij de eerste week gelijk goed kennen. Iets met rijvaardigheid. Afgelopen jaar heb ik ontzettend veel geleerd. Hoe kom ik over? Ik heb de durf gekregen om wat te zeggen en op mensen af te stappen. Maar ook heb ik veel geleerd van anderen en over anderen. Kleine kinderen die jou als koningin zien en denken dat jij in je jurk bij de Albert Heijn boodschappen doet. De komende Heideweek is het slot van het heidejaar 2012-2013. En die werd vorig jaar op maandagavond na de Heideweek zo ingeluid. Dames en heren, met trots presenteert de Stichting Heideweek u Marjolein van der Molen als Caluna de 57e en de Louise van der Brink als Erika de 38e. Marjolein en de Nierse, Caluna de 57e, Erika de 38e. Spannend, hè? Het is zover. Heideweekjaar 2012-2013 gaat beginnen.